Hier staat toch een partij in EXC of... Ja, bol. Fortnite pakketje. Oh mijn god, een hele Fortnite map. Oh. Dit is hem dus, dames en heren. De KTM 250 TPI. Ik heb dus aan jullie verteld dat ik een tijdje die runner een beetje aan de kant heb gelaten. Omdat ik 300cc2 dacht. Dus monstertube bezig. Supply drop van Fortnite. Oh yeah, baby girl. Husqvarna, man. We hebben het officieel rond met de Gilera Runner. En nou echt. Kijk van de pijp. Kijk ze aan, dames en heren. Hey yo, mensen van Monstertube. Welkom weer mijn gloednieuwe banger van de video. Ik heb iets fucking diks binnengekregen. En dan kom je de Monster Crib binnen en dan zie je ineens een flinke Fortnite pakket hier binnengekregen. En denken jullie, wat is dit dan? Ik ga jullie één tip geven. Dit is tot nu toe de Game Stoel. Heel mooi. En dit is een Fortnite Game Stoel. Ja, tjone. Ik vond de logo's erop leuk. Dit is een hele vette Game Stoel. Wat goed is voor je rug en alles. Voor te editen natuurlijk. Aan de andere kant hebben we ook Fortnite staan. Ik vind het vet. We gaan hem gewoon uitpakken en kijken wat het helemaal... Boom. Kom op, open. Zo. Het is een compleet bouwprojecten ding, maar het is wel leuk. Kijk dan, hier zien jullie het al. Fortnite, man. Oh mijn god, een hele Fortnite map ook. Ze hebben een hele Fortnite map gestuurd ook. Dit ziet er wel lijp uit, zeg. Ja, dat is lijp, hoor. Oh, hier komt... Wow. Dit is lijp, gast. Zo, die kleuren zijn lijp. Dit is niet zo lijp, al die instructies. Oh my god. Ja, wel leuk. Ze hebben hier ook 20 wood, brick en metal gedaan. Van hout, steen en metaal. Net zoals de Fortnite in-game en alles. We gaan deze map gewoon even zo hier neerzetten, de plattegrond. Dan kunnen we hier aan beginnen. Ik ga het gewoon per deel even uitpakken, dan kunnen jullie het ook zien. Oh, yo. Zo. Hier hebben we dus de Game Stoel, heel nice. Bro, ik hou hiervan. Ze hebben hier gewoon een hele supply box van Fortnite er ook bij gedaan. Kijk dan, Fortnite hier. Dit is lijp. Dames en heren, ik denk dat hier een hele scar in zit. Want, ja. Supply drop van Fortnite. Gaan we hem even openen. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik denk schroefjes en... Ja, hier zie je het al. Schroefjes en alles. Accessoiresbox content. Accessoire croissant. Oh, kijk. Oh, dit zijn de wieltjes. Moet je kijken hoe vers dit eruit ziet. Het is geen samenwerking of iets. Ik heb echt mijn bont en blauw betaald voor een stomme stoel. Wat echt veel te overpriced was. Maar ik vond het leuk omdat er Fortnite op stond. Dus ja. Maar leuk ingepakt wel. We hebben nog laatste onderdelen en dan ziet het er zo uit. Voilà. Kijk eens aan, dames en heren. Wauw, wat een stoel, jongens. Echt topkwaliteit dit. En dit kussentje, daar doe je het dan voor. Niet zo hard, gewoon lekker hard. Dit is puur een stoel die ik heb gehaald. Omdat ik gewoon merk tijdens het editen en het streamen en alles erop en eraan. Dit is een stoel van €50. En ja, ik geef geen damn om stoelen. Maar deze stoel gaat naarmate heel snel pijn doen aan mijn nek, zeg maar. Omdat dit gewoon... Ik weet niet, het is geen lekkere stoel. Je kan hem ook niet echt verstellen en het is niet lekker. Gelukkig ben ik meest van de tijd dit. Ja, dus dat ik zeg maar gewoon sta achter mijn bureau. Maar als je zittend editen bent, dan is dat niet lekker op zo'n stoel. Dus, de oplossing, hoop ik dan. We gaan deze even in elkaar zetten. En even kijken hoe deze past. Dus let's go. Dames en heren, hij zit officieel in elkaar. En moet je eens kijken, wat een figuur. Oh, het kaartje zit er zelfs nog aan. Jongens, wat een figuur hier achterop. Ik weet niet eens wat dit van... Oh, dit is de Fortnite Battlebus zo te zien. Met die ballon. En dan... Ja, dit is wel nice hoor. Het is heel lijp. Discoballen als wielen. Oh, why not? Maar deze stoel ziet er sexy uit. Damn, je mooie stuk. Deze Fortnite map was zo onduidelijk als best. Ik kan hier helemaal niks mee. Shots één kan. Ja jongens, echt zware topkwaliteit. Als je die stoel vergelijkt met die stoel, ook met de dikte en alles, dit is echt action. We love action, maar het zit niet lekker, het is hard. En dat is een goede poef, niet? Ja, ik denk dat tijdens streamen voor MonsterTube 2, dus de PlayStation 5 giveaway daar. Als je die wil winnen, abonneer dan zeker op MonsterTube 2, want ik denk dat dit er wel heel nice uitziet met streamen ook wel, hoor. Nee, helemaal top. Ik ben helemaal in love. Let's go. En dan kom je weer naar buiten en het is rainy, always rainy in de Netherlands. Ik ben zo'n jankbal als het gaat over regen. En puur niet dat ik van suiker ben. Want de crossbaan hebben we ook gemaakt in de regen. En buitenactiviteiten maakt me allemaal niks uit. Maar het is schijt. Camera's, alles wordt nat. Alles gaat kapot. En you can't do shit in de rain. Welcome to the Netherlands. Woehoe. Kijk eens aan. Hier komt de raptor aan eens aan. Monstertube. Zo, even de tas met laptop achterin. Hatseflats. De raptor heeft een beurt gehad. Kijk hoe mooi alles is van binnen. En achter ook. Het ziet er kei clean uit. Ik voel nog steeds zo mooi. Want Monster Mama die is aan het kijken voor een nieuwe auto. En die wil dus een elektrische auto, want heeft zijn voordelen, zeg maar. Geen wegenbelasting betalen. Komt man met een RS6 aan. Kijk eens aan, hebben we hier een dikke Marlboro auto. Naast een Porsche. Deze is wel grappig, man. Leuk. Dat kenteken mag dan wel zo. Supermotor zou niet anders zijn. Heel mooi. Dit was ooit jouw Instagram, hè? Ja, nou gewoon Monsterdead. En je hebt voor 40k volgers, jongen. Ja, god, nee, nu. Dat moet wel even veranderen hier. Raptor is niet meer... nee, dat is niet meer actueel. Dus weet je wat ook zo aso is aan die pikkenbakken in Nederland? Je ziet het al, hè? Je kunt het niet verkeerd. Nee. Dat is niet aso van die bakken, dat is aso nee, van de gemeente. Dat is gewoon Nederland, ja. Maar als je zo'n pick-up wil parkeren, altijd in de stad is onmogelijk. En maar... als je lengtevakken hebt en je bent een nieuwe steek, dan steek ik met de hele neus de weg op. Ja, letterlijk. Dan parkeer ik bijna de hele weg. Letterlijk. Daar is, moet gewoon één wiel moet gewoon of een stuk de weg op of het voetpad op. Amerika hebben ze lekker brede wegen, daar is het helemaal top. En daarom zeg ik ook altijd, pick-up in Nederland rijden is leuk, maar Nederland is een kikkerlandje, is er gewoon niet voor gemaakt. Je wordt ook als asociale sodemieter gezien. Dat... dames en heren, dit is dood. En als je in de stad rijdt en je rijdt langs zo'n paal, dan weet je niet of van die blokken in de grond zitten. Oh. Dit is het. Hier. Little India, here we are. Hallo, today can I show you how to get free V-Bucks on your Fortnite account. Step 1, please trust me, I'm your best friend. Step 2, please give me your Visa card. Step 3, give me your money. En step 4, Armond, kom. Oké, let's go. Nee, dit ga je niet mee. We're closed. Nee, niet closed. Kijk hoe lekker ik geparkeerd heb. Maat, dit is wel echt next level, gast. Dit is gewoon echt netjes geparkeerd. Dit is next level, gast. Met een pick-up geparkeerd. Wow, man. Heel erg blij. Kijk eens aan, we zijn bij Little India. En dit is zo lekker India's eten. We hebben even lekker Indische eten besteld. Pap, we hebben besteld butter chicken, hè? We hebben besteld butter chicken, hè? Butter chicken hier. Butter chicken, dat is een soort van gemarineerde kip, maar dan in echt heerlijke saus met nanobrood. Hey, asociaal stuk vreten van een Hollander, jij. Wat is de bedoeling? Ik schrijf nu een bon uit. Hallo, asociaal stuk vreten met uw Raptor Anus auto. Bro, dit staat nog beter geparkeerd zo, met een neus helemaal voorop. Je hebt eerst de achterkant gedaan en nu de voorkant. Nou, mooi. We gaan ons India's vreet halen. Let's go. Nou, we hebben het eten. Hey, fijne dag, hè. Hoi, hoi. Zoals jullie hier zien heb ik mijn boxerhelm. En, jee, fijn. Skipper hem op. Wauw. Oh jongens, dit is zo lijp. Als dit het is wat het is, dat ik denk dat het is, dan is het lijp. Wow. Boxerhelm, vizier, hartsvlas, booming. Oh jongens, kijk dan. Ze hebben eindelijk vizieren uitgebracht voor de Roof Boxer V8. En die heb ik gelijk besteld. Ik dacht, ik moet rood hebben omdat ik rood camouflage heb. Het ziet er lijp uit hoor. Als je ook zo kijkt. Wauw, die is lijp dit kleurtje, jongen. Ik zat te denken of ik neem een rood vizier of een paarse. Want ik ben ook helemaal van de kleur paars. Dat vind ik ook fucking ziek. Maar ja, dit is wel een lijpe toevoeging hoor. Zo'n roodje. Oh, hey, dikke run 180. Let's go. Vandaag gaan we officieel kijken voor de nieuwe supermoto. En dat wordt weer, ik denk met jullie meestrijders. Liefst rijd ik een 450 viertak. Maar ik weet dat jullie de tweetak 10 keer leuker vinden. Ik zou, ja, ik ben wel een keer van plan om naar viertak lekker te gaan. Supermoto 450 cc's. Maar jullie vinden de tweetak fucking ziek. Ik zelf ook. Dus we gaan gewoon weer lekker voor een tweetak. Omdat ik weet dat jullie dat ook gewoon 10 keer leuker vinden. Dus dan wordt weer een hoop olie gemengzooi. Maar we gaan een bepaalde versie nemen. Misschien een Husqvarna, misschien een KTM, misschien een Gasgas. Maar een TPI. En dat betekent dat er een oliepompje al in zit. Ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. Ik heb er fucking veel zin in. Ik word spontaan blij als de zon gewoon schijnt in Nederland een keer. Dat is zo top. Ik kan het gewoon zo erg waarderen. Want de laatste tijd was zo ontiegelijk veel regen. Dat is niet normaal. En nou, sun is shining. Hey Riwan, blij. Welkom to Maaskantje. Hey baby, welkom to Schijndel. We gaan zo lekker supermotor rijden. En we gaan nieuwe supermotors uitproberen. Ik vind het allemaal mooi. Zo zetten we deze mooi weer bij de hele collectie. Nou, dit is echt top, jongens. En ik heb nou zoveel vizieren. Ik heb gewoon 3 van die smoked out vizieren voor boxerhelmen. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Hier hebben we nog eentje. Daar nog één. Maar als het goed is, zit hier iets in wat bij mij laatst was gestolen. Wat ik weer uit mijn eigen zak moet gaan betalen. Nee. Zoals jullie weten zijn mijn AirPods Pro gestolen. En die dingen zijn janken duur. Ik bijna huilen. Maar hier zit wat in wat ik eigenlijk niet weet wat het is. Maar het is wel ziek. Oh, dit is een boek. Ik heb een boek besteld. Ja, Monstertube deze dagen is op slimme IQ's. Nee, ik weet niet. Het boek, ik probeer even de laatste tijd meer aan een boek te lezen. Omdat dat voor mij even wat... ja, er is zoveel gebeurd de laatste jaren met YouTube en niet normaal. Dat ik even gewoon tot rust soms moet komen. Dan heb ik een boek gekocht. Worthy, How to Believe You Are Enough and Transform Your Life. Dit is zo'n boek van Think Big en Kick Ass. Van, ja, denk groot en kick ass. Schijt dan alles uit. Volgende pakketje. Ja, dit zijn ledstrips voor de supermoto. Oh, en nog een boek. Ja, dit is top, jongens. Dit is top. Ja, jongens, dit zijn dus ledstrips, maar dan op batterij. Omdat de tweetakt geen accu heeft. Dus ik kan hem niet op met stroom via de accu doen. Pijankbal. Dus ik heb ledstrips op batterij. En dan wil ik op mijn supermoto plakken. Kijk hoe dat s'nachts eruit ziet. En we hebben nog een boek. Echt, vroeger haatte ik om de bibliotheken in te gaan. Had ik niks met boeken, maar nou denk ik... don't believe everything you think. Hey, ik doe dat wel. Hey, ik zie alles wat ik denk, dat wat ik zie geloof ik. Dus ja, helemaal mooi. Oké, you know it's time for some action. If you take your helmet with you. De reptane staat hier. En jongens, waar heb ik zin in de zomer, zeg. Ik heb zin in de zomer, man. Ik hoop dat het supermotorproject dan de tijd al klaar is. Maar ik kan jullie zeggen, dit wordt nog een grotere bult dan deze supermotor die ik nu heb. Want ja, hier gaat veel aan gebeuren. Maar we gaan eerst even kijken voor een supermotor. Zoals jullie horen zijn we onderweg. En we gaan een 250 tweetakt bekijken en een 300 tweetakt. Ik heb ooit al op een 382 gezeten, maar dat is heftig, jongen. Oh, politiebureau. Ik denk dat we met de nieuwe supermotor ook veel... ja, nooit zoveel als de brommers zoals vroeger, maar ook wel een beetje politiegezeik gaan krijgen. Want we hebben een bult, waar ik jullie straks ga laten zien hoe die wordt, de kleur en alles. Ja, dat wordt weer een zware illegale... Oh, ik kom zo. Let's go. Ik mag bijna voor mijn A2 op, dus als die supermotor klaar is, dan heb ik mijn A2 en, helemaal goed. Ja, dat komt wel goed. Maar moet je dan weer theorie doen? Moet je nee, dan... theorie niet, alleen praktijk moet je weer opnieueen. Dus moet je weer lessen gaan volgen. Dat meen je niet. Ja. Moet je weer een praktijk opnieuw doen. En dan heb ik A2. En dan moet je examen weer doen. Ja. En wat moet je op A2 dan doen? Ja, dan heb je A2. En wat moet je doen met examen? Wat... Ja, gewoon weer rijden. Laten zien dat je kan rijden op een hoge cc motor. En dan heb je nog A, code 80. Moet ik weer op voor praktijk, hè? Daar heb ik alles. Ik word helemaal ziek. In mijn tijd was, weet je, in mijn tijd. Ja, alles beter. Kijk eens aan, dames en heren. We zijn bij de KTM shop aangekomen. We zijn bij JTX en Kuik aangekomen. Hier staan al hele leuke jukes buiten. Oh, hier staat toch een partij in EXC? Of... Ja, boh. Dit ziet er lijp uit, zeg. Ja, dit is hard. Kijk, we zijn momenteel in de winkel met alle motoren hier. Dus we gaan kijken zo voor de tweetakt. Oh, hier heb je al ook een hele lijpe gast. Kijk dan, we hebben hier echt de nieuwste KTM motoren. Hier ook echt de wegmotoren. Maar wij gaan voor de supermotors, de crossmotoren. En dit is ook een hele aparte. Dit is een gas-gas, maar ik dacht het is elektrisch. Maar dit is een, ik weet niet wat. Het is een soort fatbike op benzinemotor. Ik vind dit ook een hele aparte voorkant hebben. Dat lijkt wel een Transformers bike. Dus ja, leuk. Oké, we gaan dus nu momenteel naar boven toe. En ik zeg jullie al, we gaan dus twee testen doen. Een 250 tweetakt en een 300 tweetakt. En ik moet al zeggen, die 300 is waarschijnlijk al veel te heftig. Die 250, die ben ik benieuwd naar. Oh, ze hebben hier ook Husky, Husqvarna en alles. Oh ja, en gasgas. Gasgas is eigenlijk 80% KTM, wat er ook in zit. Allemaal gasgas hier, ook heel lijp. Eentje die ik echt wil hebben nog, is een Yamaha EZ125. Dat is een lijpe crossmotor, jongen. Dat is echt crossbaan ook hard, jongen. En op de straat, maar. Wow, moet je kijken, dit is forged carbon fiber hierop. Maar dit is een elektrische. Meen je niet? Ja, dat zie je. Ik vind dat zo raar, zo'n grote onderbak. Maar hier staat de tweetakt ergens tussen, dat weet ik. Oh, hier staat er eentje. Dit is, je ziet het gewoon aan de pijp. Dit is een, ja, dit is een tweetakt. Oh, allemaal frisse, nieuwe. SX85, ook kei leuk. Jongens, ik heb iets gespot. Ja, ja. Oh, oh, oh. Man, nee. Kijk even hoe sexy deze erbij staat. Dit is dus een, ik weet niet of het een 250 of een 300 is. Maar dit is wel een, dus geen TPI. Dan zou een benzinepomp hier zijn. 250. 250, ja. Dikke 250 tweetakt, jongens. Hoe vers dit ding eruit ziet ook. Alles is nieuw. supermotor, ik vind crossmotor dan leuk. Ik vind een motor moet type en dat alles hebben. Die BMW Adventure, dat was echt een motor voor jou. Ja, dat was een leuk ding. Ja, ja, wij zijn crossmotors, wheelies, alles speels lekker. Nou ja, crossmotor wel. Ja, kijk, zo'n Husqvarna, dat vind ik zo dik ook, jongens. Dus jullie weten, als ik de KTM Supermoto op A1, die 125, niet rond had kunnen maken, omdat ze nergens in Nederland beschikbaar zijn, die had ik in België gekocht, dan had ik gegarandeerd een Husqvarna gehaald. Husqvarna, dat ziet er ook zo lijp uit als Supermoto. En dit vind ik nou weer helemaal leuk. Die pijpen zijn helemaal zo blauw-paarsachtig. Monster, het is helemaal in love met de wegmotoren. Ja, ik snap het aan de ene kant ook wel natuurlijk wel. Je zoekt eigenlijk niks in Supermoto's en crossmotoren. Maar ik vind dat puur leuk om gewoon wheelies te kunnen doen met de boys. Dat is het enige waarom ik dat gewoon leuk vind. Ik ben nog steeds op zoek naar zo'n koelkast van Monster Energy. Maar die kun je alleen krijgen als je heel veel inkopen doet met Monster Energy. Ik moet maar huilen. Jeetje, dit zijn motoren, jongen. Dit lijkt wel een Transformers bike. Valt nog mee met de prijs. Ik had die duurder verwacht. 2017 model. Ja, van een unit, jongen. Wat een bike. Dit is nou gewoon echt een crossmotor. Gewoon de KTM SX. Een 450. Maar ja, jij kan niet rijden zonder knipperlichten, geen spiegels. En dat is alles wat een supermotor niet heeft. Nou, dames en heren, ik ben hier naast Robin, eigenaar van JTX. Hoi. En we zijn dus nu aan het kijken. Ik ben er helemaal langs gelopen. Maar dit is hem dus, dames en heren. De KTM 250 TPI. En de TPI is voor mij super handig. Want zoals jullie ook weten in de films gaat mengen dramatisch mis altijd. Maar deze is dus de 250 tweetak met die hele bocht erop en alles erop en eraan. Dus ja. Zit er veel verschil in? 250 en 300? Ja, daar zit wel verschil in. Want ik heb 300 keer geprobeerd. Alleen dat was echt heftig. 302 tak, dat was heftiger als een 450. Ja, die is wel vrij pittig. Ja, dit is die 300, ja. Wat wordt het meest gereden? 250 of 302 tak? Het meeste 302 tak. Ja, jongens, dit is de TPI. Dit is dus precies wat ik wou. Dat er een oliepompje al bij in zit. Dus dat is echt top, ja. Kijk eens aan, de 250. En is dit, ja, dit is de 6 days versie. Ja, de 6 days uitvoering, ja. Klopt. Voor de mensen die niet weten wat 6 days is, een soort van uitvoering, hè, van KTM. Ja, KTM heeft een standaard uitvoering en een 6 days uitvoering. Ja. En de 6 days is iets aangeklede uitvoering. Dus die heeft een oranje frame, oranje kroonplaten, ja. Bodemplaat zit erop. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat rijden, dames en heren. Dus ik ga mijn GoPro erbij pakken en dan gaan we hem even proberen. Dat wordt gek huis. Oh, en jongens, ik kan niet wachten. Kijk van de pijp, die 200. Ja, sowieso boven 125 hebben ze allemaal nog zo'n hele krul in die uitlaat. En om deze te customizen, jullie weten dat ik zo'n paarse pijp heb, maar deze wordt helemaal mint. Kijk eens aan, dames en heren. Hij is even aan het opwarmen. Op twee tak moet je goed opwarmen. En voordat de comments inkomen, kijk wat een geluid dit is. Prachtig. We hebben groene platen nu op. Ik ben benieuwd of het verschil kan merken in 300 en 250. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik ga nu momenteel rijden, dames en heren. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat rijden. En of ik wel denk van, ik wil dit wel echt hebben of iets. Maar ik ben 125 natuurlijk gewend, maar we gaan hem proberen. Let's go. Oké, let's go. We gaan hem even proberen. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit rijdt. Ik vind het zo spannend, jongens. Oké, daar gaan we. Wow, dit is wel, zeg. Niet normaal, gek. Ik ga niet langs politie, bro. Dat vind ik eng. Jeetje, dit is wel. Wow, gast. Je doet hier meteen een wheelie mee. Niet normaal, joh. Dit is niet normaal. Ik hoef niet eens een koppeling meer te gebruiken hier voor een wheelie, joh. Dit is fel, gast. Een 300cc onder je reet hangen, dat is echt next level. Oh, dan rijdt daar gewoon handhaving. Maat, ik ga hem niet dorpen. Dit is foute boel. Dit is nog steeds een crossmotor, ja, met wegbanden. Dit is wat ik bedoel, dames en heren. Deze 125 heb je dan nog niet, maar hier... Wow, dit is niet normaal, gast. Wat ziek. Oké, dit is lijpspul, gast. Dit is lijpspul. Ik moet heel erg aan wennen om van een 125 naar een 250 te gaan. Ik geef gewoon full throttle gas en ik blijf gewoon een wheelie doen op dit ding. Dat is echt ziek. Zelfs bij een 450cc heb je dan nog niet eens. En bij deze wel. Oh, jeetje. Oh, politiebureau. Eng. Oké, we gaan even een lange weg hier nemen. We gaan, hij is goed opgewarmd. Oké dan, wow, heel gek. Zo, de knettermaat. Niet normaal, jongen, dit ding. Wow, joh. Niet normaal, gek. Elke versnelling dat ik gas geef, doet dit ding gewoon een wheelie. Dat is... Wow, wat een ding, joh. Ik ben echt instant verliefd. Oké, dit is wel een mooie weg hier. Dan gaan we even kijken hoe snel dit ding is. Wow. Zo, hé. Dat is niet normaal. Oké, ik denk, ik ben er al gewoon over eens. 250, 82 is echt next level. Echt ziek. Het liefst had ik iets tussen er. Dat ik wou zeggen een 125 en een 250, 82. Dat je iets ertussen hebt. Maar daar is er niet echt. Je moet gewoon echt even aan gaan wennen. 300, dat weet ik nou al, dat is echt veel te veel. Dat is 50 cc meer, maar een 300 is echt... Ja, dat is gewoon eng. Maar deze vind ik leuk, man. Maar het is natuurlijk om test te rijden. Oké, gaan we weer even terug. Het is zo vet dat je hier niet eens de koppeling hoeft te gebruiken en je wiel gaat gewoon omhoog. Oké. JTX motoren, gast. Zo, dit ding is heftig, jongen. Oi, oi, oi. De 300cc wordt al gelijk naar buiten neerzet. Oké, dames en heren. Dat was de 250cc tweetak. Gast, dat ding is niet normaal. Je geeft gas, je doet al een wheelie daarmee, hè. Dat is echt niet normaal, dat ding. Dit is nu de 300cc. Het fijne aan dit ding is, hij heeft een elektrische start. Dat is echt top, jongens. Oké, dames en heren. Komen we nu bij de 300cc tweetak. Alsof het niet erger kan. Je hebt ook een 700cc tweetak. Nou, hier komt ons net. Dat ding is fel, hè? Oké, we rijden. De eerste meters zijn gemaakt. Wow. Wow. Ik kan niet normaal gassen voordat dat voorwiel gewoon de lucht ingaat. Ik voel geen verschil of zo. Heel apart, maar ik... lijkt alsof er geen... Ja. Dikke bike life op de fiets. Oké, we gaan even een rondje weer maken. Een lekker rustig rondje. Huh? Heel apart, dit ding rijdt gewoon minder fel, zo lijkt wel. Even functioneren. Dit ding is een 300cc. Verwacht je natuurlijk 10 keer feller. Maar hij is niet zo fel als die 250. Oh, afgeleid. Die 250 tweetak, dat is echt... Dan ga je gewoon elk moment ging je daar de lucht mee in. Ik voel echt serieus geen verschil in deze dingen. Jongens, ik denk dat ik voor de 300cc ga. Ik heb nooit verwacht dat ik dat... Maar ik kan het verschil niet merken. Serieus. Terwijl deze gewoon zelfs wel rustiger is ofzo. Alles wat we vandaag hier rijden is in Duitsland. Ik ga even Monster laten rijden op deze en dan even kijken zijn mening. Want ik kan geen verschil vinden in deze dingen. We gaan even vol gas doen met deze, dus hier komt hij. Als ik deze vol gas ga, dan gaat hij niet de hele tijd omhoog met dat voorwiel. Deze is gewoon wat lekkerder, rustiger. Jongens, ik ga voor een 300cc tweetak. Oké, hier gaan we weer. Dan kunnen we het voelen. 3, 2, 1. Wat is jouw mening hebben, ja? Ja, zal ik even één? Ik kan het verschil niet voelen, maar deze is wel rustig. Daar gaat hij, daar gaat hij. Ik hoop dat Monster ook met een antwoord komt dat hij die 300cc fijner vindt. Dan ben ik rook uit. Dat had ik zelf ook niet verwacht. Dat een 300cc tweetak gewoon wat rustiger zou rijden. Terwijl het wel hoge cc zijn natuurlijk, maar ja, het is toch wat fijner. Veel beter, hè? Maar deze rijdt veel fijner. Ja, maar dat is toch raar? Dit is een hoge cc's. Dat is een, ja, maar dit is een grote blok, die kan het wat beter aan. Ja, dit is te stuiterig, hè? Ja, dit is stuiterig, precies. Ja, ik kon het verschil eerst niet merken, maar dit is te fel, hè? Het rijdt niet fijn. Nee, het rijdt niet fijn, nee. Hetzelfde is een beetje als bij die Aerox-viel. Die gas. Ja, maar dat is een Aerox, hè? En hier ook, hier gas en denk ik, ja, ineens gaat die powerband. Die is gewoon geleidelijk op. Ja. Je weet, je geeft gas, je krijgt power. Precies dan. Ik ben blij dat ik dit... Ik ben blij dat ik eindelijk een beslissing heb kunnen nemen, jongens. Het is echt top. Dan kan ik gewoon eindelijk, dan heb ik een visie, een zoektocht naar de 300cc tweetak. Dus dat wordt hem dan. Maar eerst de runner nog. Jongens, dit is ook weer een plaatje dat ze binnen staan. Hè? Ik heb een beslissing kunnen nemen wel. Ja, wat toch die 300cc. Wat jij zei. Ik denk die 250, dat is rustiger. Maar die 300cc, dat is wel even gewoon lekker rijden. Dan gaat niet het voorwiel gelijk de lucht in als je gas geeft, zeg maar. Minder agressief, ja. Ja. Nou, Robin, super bedankt. Komt goed. En ja, echt bedankt. Shout-out naar JTX motoren, wat ik dus al eerder vermeldde. En ja, ik heb hier ook heel vaak mijn onderhoud laten doen voor de supermoto. En het is topspel. Dames en heren, we zijn bij winkelcentrum Woensel aangekomen. En we gaan even wat vreten halen, omdat ik en Monster samen vandaag moeten gaan koken. Ja. Oké, turbo winkelen, sinaasappel, broodjes, Zaanse mayonaise, hatseflats en een koubot voor Florianus. En we zijn de winkel uit met hamburgers. Oké, dames en heren, we gaan zo lekker koken met Monster. Dat gaat een en al fout, denk ik. Maar we gaan een paar leuke gasten bellen. Namelijk als eerste de Gilera Runner verkoper. Ik heb dus aan jullie verteld dat ik een tijdje die runner een beetje aan de kant heb gelaten. Omdat ik bezig ben met iemand en die moest hem nog laten keuren en alles. Maar dat is wel een hele goeie als dat doorgaat. Ik ga hem even bellen en dan zien jullie ook dat ik er achterheen ben, zeg maar. Hey, goeiedag, met Doran. Yo, met Jongens, nou, ik ben helemaal happy. Ja. Weet je wat, ik ben meer happy, niet om de bike zelf. Ik heb het nu over de runner trouwens, hè. Dit wordt helemaal chaos weer bij mij. Veel te druk wordt voor mij, omdat ik veel te veel projecten door elkaar. Crossbaanproject, supermotorproject, stickers, set al voor dat project en runnerproject. Maar ik heb de runnergast gesproken. Dat was een heel goed gesprek. Ik denk dat we het rond hebben. We hebben het officieel rond met de Gilera Runner. En nou echt... We hebben het nog niet, maar we gaan meeten en daar komen we op uit. Dat weet ik 100% zeker. Dus, oh, en dat is... Oh, en die runner wordt lijp, jongens. Dat zijn originele runnerkappen. En ik wil hem wel zo origineel mogelijk houden. Maar het project voor de runner ga ik jullie vertellen. Wat die gast ook al zei, het is lijp als je een runner wel origineel kan laten airbrushen. Dus we gaan hem helemaal zwart-rood maken. En de SM06 uitlaat. Vers... Ik spring op die auto! Zo, ik ga nu even naar Monster Energy toe, maar ik heb een nieuwe manier met Floris gevonden om van de trap hier af te gaan. En kijk hoe stijl dit is. Nou, dat is, als ik hem... Oh, ik heb jou nog niet vast. Nee, nee. Hij weet, als ik hem bij zijn halsband pak, dan begint de hele missie. Kijk, dan doe ik zo rustig en dan weet hij dat hij zo naar beneden moet lopen. En kijk hoe dun dit is voor zijn pootjes hier, die zijkant. Ja, gaat goed. Ja, rustig. Goed. Goed zo, met mijn boy. Hallo, wij zouden samen gaan koken. Ja, kom op dan. Dus monstertube bezig. Zitten, zoals jullie... Er zijn nog twee in de game, monstertube en nog één, dus het gaat er nu om. Hier had flats, jongen, quick score. Victory Royale! 19 eliminations. Hey, goed gedaan, jongen! Ja. Maar dames en heren, over games gesproken, als het goed is, ik heb iets echt nostalgisch besteld, wat iedereen kent. Dan heb je het pakketje. Oh, ik ben vandaag helemaal high met de pakketjes, jongens. Dit, dames en heren, heb ik genolived. Dat is niet normaal. Hoor je dat weer? Kijk eens aan, Call of Duty Black Ops 3. Mijn grootste gameverslaving in mijn leven toen ik gameverslaafd was, was Call of Duty Black Ops 2. Maar Black Ops 3 heb ik nu puur voor de PlayStation 5 gekocht. Voor één ding. En dat laat ik jullie nu zien. Zo, hebben we hier de PlayStation 5. Gaan we die even aandoen. En ik heb momenteel de nieuwste Call of Duty Modern Warfare 3. Maar ik vind de nieuwe Call of Duty's eerlijk niks meer aan. Vroeger waren Call of Duty's nog echt leuk. Maar ik heb puur Black Ops 3 gekocht. Ja, ik ga het je gewoon laten zien. Dat is zo zin. Wat een raadsel welke game er nou in zit, hè. Hey, what the fuck is this? Oh, even. Kijk al die lichtjes dan, wat ik bij de PlayStation erin heb gegeven. Dat is fucking ziek. Maar hier dat rode licht zo erlangs. Die kunnen ook RGB instellen. Dat is wel vet. Shoot. Kijk eens aan. Gaan we Call of Duty Black Ops 3 erin doen. Hatseflats. Jongens, jullie willen niet weten hoe hyped ik vroeger was als ik een nieuwe Call of Duty had gekocht. Ik heb gewoon alle Call of Duty's in huis. Dat is niet normaal. Dat is echt een verslaving nu in Tokio. Oh, kijk eens aan. Black Ops 3. Hatseflats. Ja, moet die... Dat is weer zo scheid aan PlayStation. Dan moet je alles weer gaan copy files. Daarom doe ik PC gamen. Maar PlayStation is gewoon lekker als je hier bij de bank even een beetje rustig wil gamen, dat is lekker. Ja, maar dit meen je niet. Jullie zagen net dat het nog 9 minuten duurt. Nu 27 minuten. Ik krijg weer stroom zoals altijd. 27 minuten. Maar is die tijd gebleven dat je cd erin doet en je kan gelijk online spelen. Dat is allemaal moeilijker gemaakt. Het leven is moeilijk. Nee, ik wil ook Call of Duty spelen. Niks doen. Oh yeah, baby girl. We got him soon. Nou, wat ik jullie dus wil laten zien. We hebben Black Ops 3. Niet voor de campaign. Niet voor de multiplayer. Maar voor zombies. Richthofen. Ja, dat is werkelijk verhookt. Kijk, je hebt een bepaalde zombie-map als je hier zo doorheen gaat, zeg maar. Mijn lievelings-zombie-map die ik vroeger heb genolived is Origins. Dat is met die grote robot. En ik ga puur deze zombie-mappen kopen om het gewoon allemaal weer te spelen. Hier, Nacht der Untoten. Maar ik wil ook heel graag Revelations, Gorod Krovi, Zetsubo no Shima en Der Eisendrache. Deze is ook veel gespeeld, jongen. Niet normaal. Oh ja, en The Giant. The Giant niet te vergeten. Voilà. Kijk eens aan. Hamburger, cheeseburger met een pikkel, augurk. Ja, ik vind het helemaal mooi. En ik heb in de winkel truffelmayonaise gekocht. Ik weet niet of dat lekker misschien hierbij is. Maar hoe nou? Het is heel leuk. Hey chef kok, het is lekker. Maar dames en heren, wat een topdag was het vandaag toch weer. We hebben heel veel geregeld omtrent nieuwe projecten en nieuwe dingen voor in de toekomst. En ik ben blij dat ik eindelijk de 300cc 2-takt heb uitgeprobeerd. Ik zat eerst te denken om een 405cc te halen, net zoals Monster Dad. En mijn hele vriendengroep, die rijdt ook een 405cc 4-takt supermoto. Ik denk, ja, waarom zou ik dat niet doen? Maar ik weet dat jullie 2-takt ook leuker vinden. En ik zelf, ja, ik denk van nu is het leuker om naar 450 te gaan. Maar een 302 tak, dan moet er gewoon bij. Dat is ook gewoon leuk. Maar ja, dames en heren, ik zou zeggen, grab some merch op monstertube.nl voor de ziekste merchandise. Sweaters zijn in de uitverkoop, dus bestel die snel op is op. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker om bij de monstergang toe. Dat zou ik super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.